vrouwen en de overgang en survival tips voor deze vrouwen. Verder gaan we het hebben over jeugdwerk. Waarom doe je dat eigenlijk in de kerk? Wat motiveert je? En we gaan het hebben over het accepteren van een kind dat je krijgt met een handicap. Welkom bij Café Tinto, aflevering 462. Een heel bijzonder goedemorgen. Welkom bij Café Tinto op deze, wat is het? Donderdag. Donderdag? De 13e, ja. De 13e? Oh, het is gelukkig geen vrijdag. Ja. Welkom bij Café Tinto. Hoezo? Petra kijkt echt geschrokken. Ja. Het is ben je zo bijgelovig, Evert? Ja, en ik klop ook altijd. Oh, meen je dat? Ongeverfd ja? En wat moet hij wel? Ja. Wat moet je allemaal nog meer doen om dat het allemaal goed gaat? Wat je meer moet doen? Ja. Nee joh, dat is echt pure onzin. Dat doen wij toch allemaal niet. Vrijdag de 13e. Dat is echt een... Het is gewoon een mooie dag. Het is donderdag de 13e. Ja. Hè? Wat een verwarring. Jullie zitten echt te kijken, wat is hier nou aan het doen? Ja, ik zit gewoon lekker te rommelen. Maar het is de overgang namelijk. Het schijnt dat mannen een overgang hebben. Ook. Net als vrouwen. Is dat zo? Want jullie hebben er verstand van, heb ik begrepen. Daar zijn de meningen over verdeeld van de deskundigen. Ja. Maar we hebben een uroloog geïnterviewd en die zegt dat het werkelijk zo is. En dat komt met name door de daling van het testosteron. Dus dan krijgen mannen allerlei kwalen die huisartsen vaak niet herkennen als dat het met de overgang te maken heeft. Maar goed, jullie hebben er wel een hoofdstuk aan besteed. Hoofdstuk 9 is speciaal voor de mannen. Dit boek heeft de titel Even met mijn hoofd in de vriezer. En Petra, ik moest er wel om glimlachen. Maar het is echt zo, hè? Vrouwen in de overgang, als ze een opvliegen krijgen, en het zweet breekt hen uit, dat ze echt de koelkast open doen en ervoor gaan staan. Ja, dat klopt. Zelfs de vriezer open doen. Ja, dan echt met een hoofd erin, dat heb ik nog niet meegemaakt. Maar dat is een titel van een blog dat Mariette heeft geschreven daarover. Maar ik heb zelf geen opvliegers, maar degenen die dat hebben, die hebben wel die neiging, ja. Ja. Altijd ook laagjes aandoen, hè? Dan kun je af en toe iets uitgooien. Ja. Er staan verhalen in van bekende Nederlanders. Eén daarvan is Elly Zuiderveld. Hè? Als ze op het podium staat, dan in de tijd dat ze in de overgang zat, moest ze wel eens tussendoor even een ander jurkje aandoen. Ja. Ja. Ja, ze heeft er heel veel last van gehad. Ja. Ze heeft er veel last van gehad. Ja. Ja. En wij merkten niks als we mee zaten te zingen met... De kauwgomballenboom. Of zong ze die niet met Rickert? Volgens mij wel ze nu dat. Volgens mij wel, ja. Ja. Nou, straks meer over jullie boek. Even met mijn hoofd in de vriezer. Ik ga met Friso in gesprek over het jeugdwerk. Jij bent jobcoach, zeg maar, hè? Ja. Geen jobcoach, maar nee, job. Precies. Ja. Dat is de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk Nederland. Ja. Jullie gaan binnenkort op tour om jeugdwerkers toe te rusten. Ja, vanaf volgende week maandag, 24 maart, zijn er weer 8 bijeenkomsten op 8 verschillende plekken in Nederland. En daar ontmoeten we allerlei vrijwilligers en ook professionals uit het jeugdwerk, het kinderwerk, jongerenwerk in de kerken. Om hen toe te rusten, om te inspireren, om samen ervaringen te delen en om ze te trainen. Ja. En we gaan het daar onder andere hebben, inderdaad, wat je in het begin al zei over de motivatie en waarom doe je eigenlijk jeugdwerk. Je zou bijna zeggen, het is heel erg logisch. Precies, ja. Maar als je er zo middenin zit, kan ik me voorstellen dat je het wel eens uit het oog verliest. Ja, veel kerken zijn toch vooral bezig met wat zijn we aan het doen. Wat organiseren we? En iets minder met waarom doen we het eigenlijk? En daar willen we weer naar op zoek. Ja, druk met de ballen in de lucht. Ja. Maar niet, moet je die ballen wel in de lucht houden? Exact, exact. Ja. Nou, straks meer daarover. En Jan, jij hebt een foto meegebracht. Ja, van mijn zoon, Yannick. Ik weet niet of de camera kan inzoomen. Dit is Yannick. Ja. Op deze foto is hij 17? 17 jaar, ja. Ja. En hij is geboren met een zuurstofgebrek in het ziekenhuis. Eigenlijk alles ging een beetje fout daar. En is hij meervoudig gehandicapt, geboren. En ze gaven hem eigenlijk 7 dagen om te leven. En wonder boven wonder. Hij is 17 jaar geworden. En... hij heeft eigenlijk mijn leven totaal veranderd eigenlijk. Ja. Ik heb echt heel veel van hem geleerd.
Ja. En ik begreep dat het voor jou ook best wel heel moeilijk was om hem, zeg maar, te omarmen en te accepteren. Ja, zeker. Ik denk dat ieder vader, ook een moeder natuurlijk, als je een kind krijgt, hè, wij ervaren het ook, God gaf ons een kind, we hebben er ook veel voor gebeden, dan verwacht je ook een kind waar je ook, ja, een toekomst mee kan delen. Hè? Spelen, leren lopen, leren praten en dat soort dergelijke dingen. En als je dan merkt dat je een kind krijgt die dat totaal niet kan allemaal en eigenlijk geen toekomst heeft, kans van 7 dagen om te leven, later gaven ze hem 7 jaar, ja, accepteer het maar. Ja. Geloof dat maar dat iets is wat heel mooi is of goed is. Ja, dat kun je nu zeggen. Dat had je toen niet gedacht? Nee, 100% niet. Nee, want ja, kijk, we leven in een succeswereld en alles is... Wij zijn echt perfectionisten eigenlijk, ook in ons land. Ja. En als je dan merkt dat je iets krijgt wat daar niet bij past, dan is dat bij mij, hoe ga ik daarmee om? Ja, nou, daar praten we straks over verder. Dankjewel. Ja. Alle vier, hartelijk welkom in Café Tinto. Er zijn berichten in het nieuws die echt koud laten. Soms kan het nieuws zelfs aan je voorbij trekken. Je kijkt naar het journaal en je realiseert je dat het je eigenlijk koud laat. Maar soms zijn er ook berichten die haken of waar je boos van wordt. Of daar praat je over tijdens de koffie. Nou, we toch koffie in de hand hebben. Wat is het nieuws dat jullie raakt, Friso? Ja, wat mij gisteren was het geloof ik erg trof wat ik las. Het was een bericht over een man in Amerika. Die, kijk, deze man, ter dood veroordeeld 30 jaar geleden. Hij heeft 30 jaar vastgezeten, volledig ten onrechte. Blijkt 30 nu, jaar? Hè? 30 jaar. Hij werd opgepakt toen hij 34 was. Voor een beroving waarbij iemand zou zijn omgekomen, juwelier of zo geloof ik. Maar hij is in de verste verte niet bij die winkel in de buurt geweest. En hij is nu 30 jaar later, hij is 64 en wordt uiteindelijk vrijgelaten. En nou, wat het verhaal op zichzelf treft me, het raakt me dat iemand 30 jaar van zijn leven, hij had een babytje toen hij de gevangenis inging. En hij heeft nu een volwassen zoon en een kleinkind zonder dat hij het heeft zien opgroeien. Nou, als jonge vader raakt me dat. Je hebt je eigen kinderen niet zien opgroeien. Ja. En ook dat het is geen toeval dat het een donkere man is die dit treft. Dat is ook heel duidelijk uit het verhaal. Het vooroordeel. Ja, een blanke jury, een volledig blanke jury, die op weinig feiten gebaseerd een uitspraak heeft gedaan. Er moest iemand gepakt worden, barbertje moest hangen. Ja. En dat raakt me ook. En hoe zou die eruit komen? Hè? Ja, precies, ja. Ja, wat voor een man is hij nu? Want hij is nu 64. 64, ja. En mag nu zijn leven beginnen. Ja, nou ja, precies. Dat zoiets, zo zegt hij het ook. Maar ja, natuurlijk met veel wrok. Maar ook wel met een open blik. Maar. Ja. Ik zag het bericht gisteren ook. En toen dacht ik... Dan word je nieuwsgierig naar het verhaal erachter. Ja. Daar zit veel meer verhaal aan. Ja. Ja, en wat me ook opvalt, dat we in onze nieuws dan gelijk gaat over de schadevergoedingen die mensen krijgen. Denk je, maar daar is... Het doet gelijk weer in geld opgezet. Ja, maar daar is toch iemand niet mee bezig die 30 jaar van zijn leven weggegooid. Ja, nee. Precies. Petra, wat is jouw nieuws? Ik had het bericht van de week, viel me op dat de nonnen die in Syrië gekidnapt waren, dat die vrijgelaten zijn. En tegelijkertijd ook die foto met al die mensen in die straat in Syrië die zo'n ontzettende honger hebben. Waren dat die vrouwen die werden gedragen toen ze werden bevrijd? Ik zag wel dat mensen, dat ze geholpen werden inderdaad om eruit te komen. Dus toen zij gekidnapt waren, dacht ik van, oh, dit gaat helemaal mis. Zelfs nonnen zijn niet meer veilig, zeg maar. En ik ben gewoon heel erg begaan met de mensen in Syrië. Omdat de christenen hebben het enorm moeilijk. Maar eigenlijk het hele volk heeft het enorm moeilijk. Er is honger, er is totale onveiligheid. Of je nou bij Assad, voor Assad bent of voor een van de tegenwerkende groepen, zeg maar. Je bent helemaal niet veilig, want ze zijn allemaal verkeerd bezig. Een van de weinigen lijkt het, want gisteren hoorde ik op de radio een interview dat er een Syrië-moeheid is. Dat heel veel mensen er eigenlijk niet meer over willen spreken en ook de media erover willen beginnen. Dat vind ik wel heel triest. Ja. Want het maar blijft we moeten het onder de aandacht blijven Ja, brengen. Absoluut. Ja. Absoluut. Zeker. Ja. Want er wordt zo ontzettend geleden. En dan denk je, dan zitten wij hier in ons mooie land en dan zeggen wij dat we Syrië moe zijn. Ja, hoe decadent kan het zijn. Ja, precies. Mariette, wat is jouw nieuws?
Ik las gisteren in het Nederlands Dagblad. Het was gisteren middag voor gewas en arbeid. En las ik een verhaal van Ina Schippers. Zij is 57 jaar, is een half jaar werkloos. En het raakte mij omdat ik ben zelf 52 en ik hoor heel veel mensen om me heen, 50ers die ontslagen worden, die ook geen kans meer hebben op een nieuwe baan. En ik vind het eigenlijk wel heel erg hoe wij met 50ers omgaan in dit land. En ook 60ers natuurlijk. Ik hoorde laatst een recruiter zeggen, als je voor 1970 bent geboren, nemen we niemand meer aan. En dat vind ik eigenlijk heel erg. En dat sluit ook een beetje aan bij ons boek. Dat we willen zeggen, juist als je wat ouder bent, kun je ook juist een hele waardevolle bijdrage aan een baan leveren door een stukje levenswijsheid. En dit raakte mij heel erg. Ik denk van, oh, wat erg. Leeftijdsdiscriminatie. Ja. Ja, het wordt niet gezegd, maar het wordt wel gedaan. Als je 40 bent, dan is de kans dat je, als je werkloos wordt, nog maar 5% of zo, boven de 50. Ja, het is met name vanaf je 45ste, zeg maar. Ja, ja, maar goed, de kans om weer een baan te krijgen is nog maar 2% of 1. Dat is heel klein. Ja, ben je 60 jaar of ouder, dan is de kans gewoon, nul. Geturfd op je geboortedatum. Ja. En als dat na 1970 is, kun je het wel vergeten. En dan moeten we doorwerken tot 67. 67. Hoe gaan we dat nou doen? Ja, als er geen werkgever meer kiest voor iemand van 40 of 45 plus. Ja. 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 Jan, wat is jouw nieuws? Nou, we gaan allemaal weer stemmen. Iedereen doet natuurlijk weer mee. En ik heb een blaadje in mijn bus gekregen, thuis, over de SGP. En dan lees ik gewoon eventjes een beetje door. Ik denk, maar wat me dan heel erg opvalt, Van Dalen moeten zelf betalen. Dus eigenlijk zegt de SGP hier op dit moment van wie schade richt of wat er ook gebeurt. Mm-hmm. Dan moet je zelf ook komen voor de kosten. Ja. Nou, als ik daarover nadenk, ik ken ook, kijk, je kunt zelf ook denken van hoe gaan we dat aanpakken. Dan is mij de vraag altijd, lossen we het probleem op? Ik denk wel eens aan een gezin, hè, een moeder met twee kinderen. Vader is alcoholist. En die man die weet niet meer wat hij moet doen. Radeloos, wat er ook gebeurd is in het gezin. Alles kapotgeslagen. En die gaat op straat en er gebeurt iets. En dan moet hij voor de kosten opkomen. Terwijl in een gezin natuurlijk al een gezin zo stuk is en waar zo weinig geld is en middelen om normaal te kunnen leven, dan zal ook deze moeder daar weer voor op moeten komen. En dat kost ook weer de kinderen veel dingen die hun daarin verliezen. En ik merk ook dat wij, iedereen weet, drugs, alcohol, verslaving, dat brengt zoveel schade met zich mee. En als je dan zo te werk zal gaan, met straffen, maar je lost geen probleem op. En dat, maar het klinkt wel lekker voor de campagne. Dat is precies heldere taal. Ik denk dat we basisscholen aan moeten beginnen, maar ook op andere scholen. Wat zijn nou de gevolgen met drugs, met wiet of met pilletjes of waar je ook mee te maken hebt. Geef goede voorlichting. Alcohol. Ja. Laat die mensen die er zelf middenin gezeten, wij gaan heel veel met alcohol en drugsverslaafden om. Ik vind het prachtige mensen, geweldige mensen, hoe God hun uit het leven gerukt hebben. Waar de mensen eigenlijk geen raad meer mee wisten. Dat zijn de beste voorbeelden voor ook de jeugd van vandaag. Dat deze mensen gaan vertellen op school in welk gat je terechtkomt. Waar je echt niet voor kiest. Dat is wel wat anders dan. Ja, nou, kijk, het is wet en liefde. Het is niet de SGP aanvallen, want dat maakt niet uit. Ik denk dat het heel Den Haag zo denkproces op gang. Maar ik denk gewoon dat het veel belangrijker is. Joh, voorkom een probleem voordat de jongelui erin zitten. Ja. Ik heb in de jaren 60 wist ook echt niemand waar je terecht kwam als je met drugs te maken kreeg. Ja. Dat was, en vandaag de dag komen we best wel tekort in inlichtingen naar de jeugd toe. Ja. Terwijl we worden gebombardeerd door de media met van alles en nog wat. Ja. Het is helder dat je dit bezighoudt. Dank voor jullie nieuwsberichten. Als er iets is waarvan u zegt, nou, daar kan ik echt laaiend over worden, of daar word ik ontzettend blij van, laat het ons weten. Stuur een mail naar Café Tinto, apenstaartje, family7.nl. Mariette Woudenberg en Petra Butler schreven dit boek, Even met mijn hoofd in de vriezer. Survival tips voor de overgang. Ja, het is een hele strijd, hè?
Het kan heel lastig zijn. Het kan heel lastig zijn, ja. Ik begrijp dat er zijn redelijk wat vrouwen die echt problemen hebben met de overgang. 80%? Ja. Ja. En 20% nou ja, gaat er redelijk soepeltjes doorheen. Is het een probleem, de overgang? Nou, ik denk dat het op zich een fase is waar iedereen doorheen gaat. Elke vrouw natuurlijk, in elk geval. Maar ik denk dat je er inderdaad flink last van kunt hebben. En wij merken op lezingen die we geven en mensen met wie we praten, dat er vrouwen zijn die rond deze leeftijd last hebben van allerlei dingen en ze niet kunnen plaatsen. Hun huisarts kan ze niet plaatsen, legt het verband niet. Ja. En voor wie het een eye-opener is, als je zegt, als je deze combinatie van klachten hebt, dan kan dat heel goed de overgang zijn. Dus de daling van de vrouwelijke hormonen die dat veroorzaakt. Waardoor ze zeggen van, hé, daar heb ik nog helemaal niet aan gedacht. Blijkt opvallend veel vrouwen denken daar niet aan, terwijl ze toch heel, heel veel problemen hebben. Ja. En dan blijkt dus dat er best wel wat aan te doen is. En daarnaast, als je weet wat het is, scheelt het ook al een heleboel. Want er zijn vrouwen die denken, ik heb reuma, want ik heb last van mijn gewrichten. Of ze denken aan andere ernstige dingen. En dan blijkt het dus de overgang te zijn. Dus als het dat soort klachten zijn, zouden die na de overgang weer kunnen verdwijnen? Ja, meestal wel. Ja. Ja. Want jullie hebben hier voorin een heel scala aan klachten staan. En er staat bij, houd je vast. Hier komen de klachten. nou, ik heb ze niet allemaal aangestreept, maar toen dacht ik, zit ik ook in de overgang? Mijn vingernagels brokkelen wel eens af. Ja. Ik zweet wel eens, maar dan ben ik in de tuin aan het werk. Maar als je, hoeveel van deze dingen moet je aankruisten, wil je in de overgang zitten? Nou, het is wel één troost. Je hebt nooit al die klachten tegelijk. Dus nee. Meestal heb je een aantal klachten. Volgens mij zou je echt het eind van de dag niet halen met zoveel klachten tegelijk. Nee, de meest voorkomende is wel opvliegers en nachtzweten. Dat zijn echt de meest voorkomende klachten van de overgang. En dat is eigenlijk datgene waar vrouwen het vaak aan merken dat ze in de overgang komen. Ja. Of dat de menstruatie onregelmatig wordt, dat kan. Hoeft niet hoor, maar meestal is dat wel zo. We kijken even naar een animatiefilmpje waarin iets wordt geschetst over de overgang. En nou, dan verandert er van alles in je leven, in je lichaam. En nou, de eicellen worden als eitjes weergegeven. We zien even een halve minuut wat er zo ongeveer gebeurt. En ze noemen het de omgekeerde puberteit. De eicellen beginnen rond haar 45ste op te raken. En daarmee is de premenopauze begonnen. In deze periode komt ze in een heftige hormonale achtbaan. Die gaat door tot haar 51ste. Dan heeft de vrouw haar laatste menstruatie en komt ze echt in de overgang. Eigenlijk is de overgang een soort omgekeerde puberteit. Met als verschil dat je borsten niet opeens verdwijnen en er geen puisten verschijnen. Pijntjes, opvliegers, stemmingswisselingen, nachtelijk zweten en desondanks toch pijn bij het vrije. Het is echt een hele overgang. De hele overgang. Het is. Heren, herkennen jullie al iets nee, van. Nee, nog niet. Nee. Gelukkig. Nee, ik zie nu wat het wachten staat. Gaat dat heel snel met die rollercoaster? Ik heb de indruk dat zijn vrouw in die rollercoaster zit. Ja. Ja. Nou, jullie zijn beide vrouwen. Ja. Ik weet niet in hoeverre jullie overgangsverschijnselen kennen. Herkennen jullie iets van die rollercoaster? Ja, we staan zelfs op een cartoon samen in een rollercoaster. Die hebben we niet meegenomen. Nee. Want de overgang noemen ze ook wel eens de overgangsachtbaan. Omdat je zoveel dingen meemaakt en voelt. En dat je sommige vrouwen herkennen zichzelf niet meer. Ja. Er gebeurt van alles in je lichaam. Ja, dat met name je stemmingen, dat kan stemmingswisselingen kan heel, heel extreem zijn. Maar dat scheelt ook weer per vrouw. Maar we hebben diverse vrouwen geïnterviewd waar dat heel sterk is of zo. Dat ze ineens zeggen van ik heb ineens een woedeaanval en ik heb geen idee waar het nou over gaat. Een heel klein dingetje. En dat wordt dan ineens iets heel groots en dan word je heel woedend op. Of je wordt ineens heel verdrietig. Of dat je het ook niet kan herleiden hoe het komt dat die emoties zo ongelooflijk sterk zijn. Een beetje labiel. En dan is het ook nog eens leuk als je nog eens een paar puberende kinderen in huis hebt. Ja. Is dat nou de beste combinatie? Puberende kinderen en een omgekeerde puberende moeder?
Ze noemen het ook wel de sandwich-generatie. Want als vrouw zit je zelf dan in een vrij moeilijke periode. Vrouwen krijgen later kinderen. Dus de kans dat je nog met pubers zit in de tijd dat je in de overgang zit, is tegenwoordig redelijk groot. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog ouders die dan op dat moment vaak ook gaan kwakkelen of het moeilijker krijgen, waar je ook nog een zorgtaak voor hebt. Kom je in een mantelzorgrol. Ja, dus ze noemen dat niet voor niets de sandwich-generatie. En dat is juist in deze periode dat je in de overgang bent, kan dat heel sterk zijn. Ja. En bijvoorbeeld in een werksituatie, welke gevolgen heeft het voor een vrouw als ze in de overgang zit? Moet je dan naar je manager gaan of naar de baas zeggen, ik zit in de overgang? Nou, mag ik wat meer ruimte? We hebben gemerkt dat dat niet slim is in Nederland. Omdat je er toch vaak een beetje op afgerekend wordt. Als je zegt, ik heb overgangsklachten en daarom blijf ik thuis. Dat wordt niet geaccepteerd. In werkelijkheid is 1/3 van het ziekteverzuim van vrouwen van 45 tot 60 te wijten aan de overgang. Mm-hmm. Dat is wetenschappelijk onderzocht en gepubliceerd. En dat bleek een enorme nieuws te zijn. Dat was nog nooit eerder onderzocht. Maar daar is dus een wereld te winnen. Als er op het werk met meer begrip en flexibiliteit wordt gereageerd op dit soort klachten. En als vrouwen weten wat ze eraan kunnen doen. Dan kun je dus dat ziekteverzuim enorm terugbrengen. Ja, want hoe zou je dat dan terug kunnen brengen? De dingen die je er tegen kunt doen. Je kunt bijvoorbeeld zijn naar een menopauzeteam gestapt om dat te interviewen. En die zeiden van afhankelijk van de klachten die je hebt, kun je proberen met hormonen, met natuurlijke middelen, je hebt verschillende soorten medicijnen, maar ook met leefwijze, voeding. Okay. We hebben het allemaal beschreven. Ja, natuurlijk. Maar ja. Ik heb het niet gelezen. Ook qua werk, hè, zou je dingen kunnen doen door bijvoorbeeld flexibele arbeidstijden. Ja, okay, dus dat je bijvoorbeeld lekker tussen de middag even een powernap kan nemen. Of dat je iets later mag beginnen als je een hele slechte nacht hebt gehad. Want vergis je niet, als je nacht na nacht je bed uitzweet omdat je het zo warm hebt, dat je amper slaapt. Nou, de kans dat je dan richting burn-out gaat is redelijk groot. En als wordt het serieus genomen door werkgevers? Of voldoende serieus? We hebben de indruk van niet. Nee. Nee. En we hebben ook gekeken hoe dat in Engeland bijvoorbeeld is. Ja. Daar werd het ook niet serieus genomen. En daar hebben de vakbonden de handschoenen opgepakt. Ja. En die zijn voorlichting gaan geven, folders geschreven, informatie gaan geven richting werkgevers en ook richting de vrouwen. Dus ik heb onmiddellijk alle vakbonden in Nederland gebeld, maar nog geen enkele vakbond is daarmee bezig. Nee. Terwijl je in Engeland merkt dat het wel het begrip vergroot. Ja. Hier wordt het niet serieus genomen. Heeft het een taboe? Op het werk wel. Ja? Ja. 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 We merken wel, vrouwen praten er redelijk makkelijk onderling over. Dat blijkt wel op lezingen of zo. En ook tijdens de presentatie van het boek. Nou, je krijgt 100.000 verhalen over je heen. En vrouwen vinden het ontzettend leuk om erover te praten. Maar het werk, heb ik het idee, dat is denk ik het laatste taboe. Daar wordt amper over gepraat. Ja, daar is dus nog wat te winnen. Ja. Een ander onderwerp verraste mij. Te vroeg in de overgang. Ja. Ik vind, wat is te vroeg, hè? Ik denk dat sommige vrouwen, als je eenmaal ongesteld raakt, je denkt, nou, hoe eerder ik daarvan af ben, hoe beter. Stel dat je rond je 30ste ervan af bent. Lekker, toch? Nou ja, het probleem is vaak, het verraste ons ook heel erg. Dat was wel leuk. Tijdens het schrijven van het boek kregen we 3 mails van vrouwen die heel vroeg in de overgang kwamen. Eigenlijk bijna tegelijkertijd, alsof het zo moest zijn. En toen dachten we, oh ja, daar moeten we ook aandacht aan besteden. Want dat hadden we onszelf eigenlijk ook nog helemaal niet beseft. En het is een hele grote groep. Het is 1 op de 100 vrouwen die voor haar 40ste in de overgang komt. En voor haar 30ste is het 1 op de 1000 zelfs. En aangezien vrouwen steeds later kinderen krijgen, dus vaak na hun 30ste, is de kans dat je dus kinderloos blijft doordat je een te vroege overgang hebt, is redelijk groot. En vaak kom je er pas achter dat je in de overgang zit als je stopt met de pil bijvoorbeeld en denkt van, oh, nou, gaan we aan kinderen beginnen. En dan blijkt het eigenlijk al te laat. Dan zit je al midden in de overgang, word je niet meer ongesteld. En de kans dat je dan, als je zegt, als je te vroeg in de overgang bent, de kans dat je dan nog spontaan zwanger wordt is ontzettend klein. Dat is 5% tot 10% ongeveer. Zo. Dus dat is bijna te verwaarlozen.
Dus het brengt dan ook een heel rouwproces op. Ja, en ook, jullie besteden aandacht aan, als je alleen staand bent en je komt in de overgang, dan sluit je ook een fase af. Want er zal er dus nooit meer van komen dat ik moeder word. Ja, en oma. En oma. Ja. Ja. Je neemt ook afscheid van alles. Ja, ja. Klopt. Tot slot, jullie zitten hier keurig in jullie mooie rode jasjes. Dat is niet zomaar, hè? Nee. Dat is vanwege de actie van de Hartstichting, Dress Red Day. Het is namelijk zo dat als je in de overgang gaat, dan daalt je oestrogeen naar 20% van de hoeveelheid die het eerst was. En oestrogeen, denken ze, heeft een beschermend effect tegen hart- en vaatziekten. Daarom krijgen vrouwen die dus in de overgang komen, hebben een grotere kans op hart- en vaatziekten. En dat is niet zo bekend. Ja. Bovendien uiten hart- en vaatziekten zich bij vrouwen heel anders dan bij mannen. Waardoor niet alle gynaecologen, er wordt nog heel erg via het mannenmodel gewerkt, het herkennen. Dus je, op een scan zie je ook bij mannen zie je grote aderverkalkingsbrokken zeg maar, in de aderen. Bij vrouwen is dat vooral in de kleine adertjes. En dat zijn hele kleine laagjes die niet altijd op een scan te zien zijn. Dus het is heel belangrijk dat binnen de cardiologische sector daar veel meer bewustzijn voor komt. Want de kans voor een vrouw om te overlijden na een hartinfarct is veel groter dan die voor een man. Ja. En je ziet rond het 65ste jaar een piek in hart- en vaatziekten. Het is nummer 1 in de doodsoorzaken van vrouwen wereldwijd. En dat heeft dus mede met dat wegvallen van die bescherming na de overgang te maken. Ja. En daar dus willen wij extra aandacht voor. Extra aandacht voor vragen. Ja, dat is, ik zal even de datum noemen. Dat is 29 september. Het is een actie van de Hartstichting. En volgens mij met name vrouwen, maar ook mannen mogen dan in het rood gekleed gaan. Dat ze daarmee aandacht vragen voor hart- en vaatziekten. Ja, dus 29 september. Vandaag kan het ook. Ja. Even meegenomen. Jullie boek, als mensen het kopen, mannen mogen het aan hun vrouw cadeau geven. Ja? En zelf lezen? Ik denk dat er vrouwen zijn die het niet willen kopen. Omdat ze het willen ontkennen. Kan dat? Dat zou kunnen. Dat kan, daar staan ze vrij in. Want ik heb wat vrouwen in mijn omgeving getest. En zeiden, ja, je moet gewoon niet moeilijk over doen. Dat gebeurt gewoon. Ja. En die hadden het idee van, je hebt helemaal geen boek bij nodig of zo. Tot je er middenin zit. Ja, precies. En dan kan het leuk zijn om het cadeau te krijgen. Ja. Wordt er ook aandacht gegeven hoe mannen daarmee om moeten gaan? Ja, ja. Ja, okay. Dat is het hoofdstuk mannen en mannen in de overgang. Okay. Ja. 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 Ja, precies. We hebben heel bewust omdat... Wij moeten rustig blijven eigenlijk. Nou, het is gebleken dat... Luisteren, dat is belangrijk. Dat 1 op de 3 mannen die gaat scheiden is boven de 50 jaar. Ja. En we hebben een dominee geïnterviewd die zei dat het zou heel goed met de overgang te maken kunnen hebben. Dat, verandering. Ja, dat betekent gewoon een hele grote aanslag op je huwelijk. Ja. Kan het zijn. Ja, ja. Okay. Ja. Ja, want op seksueel gebied verandert er natuurlijk ook het een en ander. Je hebt minder zin in het seks. Dus. Ja. Ja, maar goed, ook als een vrouw, als je zelf zegt een vrouw herkent zichzelf soms niet meer, ja, dan heb je dat als partner ook nog. Heb je ook. Los van de, wat jij noemt. Maar, ja, het kan heel zwaar zijn. Dat is met een zwangerschap natuurlijk ook. Dat als soms de hormonen natuurlijk door je lijf gieren. Ja, eigenlijk is het daar maar dan heel weet je dat het een bepaalde periode heeft. En dat weet je bij de overgang toen niet precies. En je weet de oorzaak dan heel duidelijk. Ja, en dat weet je in ieder geval. Ja, precies. Maar het is wel heel erg vergelijkbaar, denk ik. Hoorde ik. Tenminste, de dominee Dick Langhenkel. Ja, ik kon even niet op zijn achternaam komen. Ja. Maar die hebben wij geïnterviewd. Die zei, het is heel erg vergelijkbaar. Ja. Dus eigenlijk is de zwangerschap eigenlijk al een soort voorbode van hoe dat tijdens de overgang Ja, er gebeuren in het klein, gaan. Zeg maar, bij dezelfde dingen. Ja. Wat ik nog een opmerkelijk feitje vond. Jullie geven geld weg aan de weduwe van Varanasi. Ja. Dat vind ik erg leuk. Nou, we gaan er verder niet meer in. Er is geen tijd meer voor. Maar als je het boek koopt, dan heeft dat nog een effect. Van, een deel van de opbrengst gaat dus ook naar dat project. Ja. Dank jullie wel voor dit nuttige boek met veel mooie tips. Even met mijn hoofd in de vriezer heet het. Geschreven door Mariette Woudenberg en Petra Butler. Uitgegeven door Boekencentrum Lifestyle. Survival tips voor de overgang. Tot slot, wat is jullie gebedspunt? Dat zijn diezelfde vrouwen van Varanasi. Ja. Er worden in India, in de stad Varanasi, worden heel veel vrouwen die weduwe zijn en die onder de zorg van hun familie vallen, worden daarheen gebracht door familieleden, omdat het geloof zegt dat als je daar sterft, dat je dan rechtstreeks naar de hemel gaat en niet meer de life cycles hoeft te doorlopen. Maar die vrouwen worden achtergelaten en moeten zichzelf door middel van prostitutie of bedelen in leven zien te houden.
En er is een Nederlandse vrouw die hun lot zich heeft aangetrokken. Zij vangt de ergste gevallen op en zij leert die vrouwen eenvoudige beroepen zoals zeep maken, kaarsen maken, zodat ze op een prettige manier aan hun in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Ja. En er zitten 10.000 weduwen inmiddels in die stad die achtergelaten zijn door familie. En we dachten, ja, vele daarvan zijn overgangsters. Ja. En we willen ons verbonden voelen met vrouwen daar. Ja. Want de overgang is op zich niet leuk, maar wij leven in een hele luxe land. Een goede wereld. En daar is het natuurlijk een stuk moeilijker. Ja. Dank jullie wel. Dat is het gebedspunt van Mariette en Petra. Straks tegen 11 zal ik het nog even voor u herhalen. We gaan er uit voor de reclame. We zijn er zo weer en dan ga ik in gesprek met Friesenmout over jobcoach. Tot zo.